hier aan tafel zitten, Tim van Hattem en Stijn Reinhardt. Tim, we beginnen zo even met jou. De Wageningen Universiteit heeft in 2019, als ik het goed zeg, een visie gepubliceerd. Nederland in 2021, dus over 100 jaar, of eigenlijk 99 jaar moet ik zeggen. We zijn al een jaar bezig. Laten we hopen dat we dat ook terugzien in de resultaten. Maar daar gaan we zo meer van horen. Allereerst gaan we even luisteren naar een pitch van Tim. Tim is programmaleider Green Climate Solutions. Een hele mooie term. Jij gaat ons zo laten zien waar jij mee bezig bent geweest. En ik geef dus nu het podium aan jou, Tim. We gaan luisteren naar jouw pitch. Dankjewel. Ja, eigenlijk is heel Nederland één grote klimaatbuffer. En wij hebben met een groep Wageningse onderzoekers een verhaal gemaakt over hoe wij denken dat Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien als we nature-based solutions en klimaatbuffers op hele grote schaal gaan toepassen. En ik neem jullie even mee in dat verhaal. Mijn naam is Tim van Hattem, ik ben programmaleider klimaat inderdaad. En dagelijks bezig met klimaat. En dit plaatje, dit beeld staat eigenlijk een beetje symbool voor de wereld van nu. We hebben natuurlijk hele grote problemen. Je zou kunnen zeggen, de wereld staat in brand. We weten dat klimaatverandering en biodiversiteit hele grote uitdagingen zijn. Maar we zijn ongelooflijk druk met het hier en nu. We zijn ongelooflijk druk met alle problemen van het hier en nu. Corona, stikstofcrisis. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, we gaan gewoon door met het spelen van een potje golf. En de wetenschap roept natuurlijk al jaren dat klimaatverandering een hele grote uitdaging is voor de wereld. En we zitten er inmiddels middenin. We voelen dat het klimaat al aan het veranderen is. We hebben de grootste natuurbrand aller tijden in de Deurense Pil achter de rug. We hebben droogtes. De natuur staat op omvallen door die droogtes. Problemen in de landbouw. We hebben hittegolven, wateroverlast. Klimaatverandering is niet meer iets van de lange termijn, maar van het hier en nu. En mensen worden daardoor ook een beetje bezorgd. Als je mensen vraagt, hoe denkt u dat Nederland er over 100 jaar uitziet? Dan zijn er heel veel mensen die denken dat een heel groot deel van Nederland echt onder water staat. Vanwege de berichten over zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren. En mensen zijn bezorgd over die toekomst. En natuurlijk, klimaatverandering, we hebben het hier volop over biodiversiteit. En natuurlijk weten we ook dat het heel slecht gaat met de biodiversiteit. We zitten een beetje op die grijze lijn in dit plaatje. En het gaat steeds slechter met de biodiversiteit. En de laatste 50 jaar hebben daar ons landgebruik met name vooral aan bijgedragen. En door het beschermen van die natuur kunnen we een beetje op die oranje lijn terechtkomen. Maar waar we naartoe willen is natuurlijk dat natuurherstel. Daar hebben we het hier vandaag over. Basiskwaliteit natuur, dat is naar die groene lijn toe. Je zou kunnen zeggen, klimaatverandering en biodiversiteit zijn de grootste opgaven van de 21ste eeuw. We weten dat die emissies omlaag moeten naar netto nul emissie in 2050. Maar tegelijkertijd moeten we ook ontzettend investeren in ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering die al onvermijdelijk zijn. En dat tegelijkertijd met het herstel van biodiversiteit. En dat is eigenlijk ook heel mooi weergegeven door dit plaatje van de Sustainable Development Goals. Dat rechterplaatje die heel mooi laat zien dat de biosfeer, de Sustainable Development Goals, die gaan over het leven op land, het leven in water, de beschikbaarheid van water en klimaatadaptatie en mitigatie. Als we die niet op orde hebben, dan gaan we die andere Sustainable Development Goals niet halen. Dat laat dit wedding cake plaatje prachtig zien. En dit was eigenlijk voor ons de inspiratie om eens na te denken van, kunnen we niet een ander verhaal maken waarbij we laten zien dat samenwerken met de natuur eigenlijk de enige en de allerbeste weg voorwaarts is. En we weten dat gezonde bodems, gezonde watersystemen, onze bossen en onze wetlands eigenlijk de belangrijkste oplossing zijn voor het klimaatprobleem. En door actief CO2 uit de atmosfeer te halen, maar tegelijkertijd ons te helpen met het creëren van veerkracht voor die impact van klimaatverandering. En deze oplossingen krijgen eigenlijk nauwelijks aandacht. We hebben het heel erg over technische oplossingen. Energietransitie, kernenergie, daar gaat de discussie over. Maar samenwerken met de natuur, dat is dé oplossing die veel meer aandacht krijgt, zou moeten krijgen. Dat is precies de reden dat wij dachten van, kunnen we nou niet eens een nieuw verhaal maken voor Nederland? Een verhaal gebaseerd op die nature-based oplossingen. Waarbij we laten zien hoe Nederland er dan uit zou kunnen zien. En want ons land staat voor hele grote opgaven. We hebben de energietransitie,
bio-based en circular economy, een transitie in de landbouw. En we hebben nog 1 miljoen woningbouwopgave van 1 miljoen woningen. En dat zijn allemaal ruimtelijke opgaven die allemaal op diezelfde vierkante meter moet gaan plaatsvinden. En dat vraagt om een lange termijn visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nou, je hoort het bijna dagelijks. Er is een oproep voor een minister van Ruimte. En wij dachten van kunnen we niet op basis van een aantal leidende principes laten zien, een nieuw verhaal maken voor Nederland van de toekomst. Waarbij we hebben gezegd, ja, dat natuurlijke systeem, ons bodemsysteem, ons watersysteem, ons landschap is het uitgangspunt voor het inrichten van Nederland. Tegelijkertijd moeten we anders omgaan met water. We moeten veel meer water gaan vasthouden in plaats van afvoeren. Vasthouden dat water, want dat water heeft een enorme waarde. Nou, we willen toen naar een circulaire economie, klimaatpositieve economie. We moeten meebewegen met die veranderingen. En we moeten en we willen toe naar een natuurinclusieve samenleving. Waarbij alles wat we doen in samenhang gebeurt met de natuur. Nou, wij dachten, we kunnen een heel dik rapport hierover gaan schrijven, maar eigenlijk stikt het al van de rapporten over dit soort verhalen. Maar het leek ons een goed idee om te laten zien waar we naartoe willen. En dat kun je het beste doen aan de hand van een kaart. Een nieuwe kaart van Nederland, waarbij we laten zien dat samenwerken met de natuur en nature-based solutions op hele grote schaal een heel mooi Nederland oplevert. We hebben onze kaart gekanteld om eigenlijk een ander perspectief te geven op Nederland, maar ook om te laten zien dat de zee een heel belangrijk onderdeel is van Nederland. Nou, ik neem jullie nog even heel snel mee in een aantal onderdelen van dit verhaal. Nou, kijk je naar de Noordzee, dan gaan we natuurlijk veel meer energie produceren op zee. Dat gebeurt natuurlijk al, een deel van die energietransitie vindt daar al plaats. Wind, zonne-energie, waterstofhubs. Maar we gaan ook veel meer voedsel produceren op zee. Oesters, mosselen, zeewier. En we gaan de kust laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Dus wat ons betreft staat Nederland helemaal niet onder water over 100 jaar. We gaan nog veel meer ruimte voor de rivieren maken, want we moeten gaan inspelen op die nog hogere rivierafvoeren. We gaan onze beste gronden, onze meest vruchtbare gronden inzetten voor plantaardige voedselproductie. En we gaan die voedselproductie helemaal circulair maken. En dat betekent dat een gezonde bodem essentieel is voor onze voedselproductie. Onze veenweidegebieden, waar we natuurlijk al jaren over nadenken en die nu bijdragen aan het klimaatprobleem, die gaan we vernatten op grote schaal, waardoor ze weer carbon sinks worden, waarbij we daar koolstof gaan opslaan en gecombineerd met bijvoorbeeld natte teelten. We gaan die hoge zandgronden, die landschappen, die gaan we inzetten en inrichten als sponsen, waarbij we dat water optimaal gaan vasthouden. En veel meer bossen daar gaan neerzetten, waarbij we ook actief koolstof uit de atmosfeer gaan halen. En dat hout, dat kunnen we natuurlijk gaan gebruiken voor onze steden en voor het bouwen met hout. Nou, daar hoor je de laatste tijd ook steeds meer over, dat bouwen met hout. Daarmee worden onze steden eigenlijk opslagplekken van koolstof. En onze steden worden groener dan groen. Want natuur is niet alleen iets voor buiten de stad, hè, voor in mooie natuurgebieden. Maar je kan ook de natuur de stad inhalen. Door die stad echt heel erg leefbaar te maken. En ook de stad in te richten als een spons. En daarmee in te spelen op de impact van klimaatverandering. Nou, toen wij dit verhaal gepresenteerd hadden, eind 2019, en er een paar journalisten achterkwamen dat dit een mooi verhaal was. Toen was ons jaar helemaal vol. Eigenlijk alle media die heeft hier wel heeft ons kaartje gepubliceerd. Er werd overal op social media over gepraat. En wat het heeft laten zien, wat mij betreft, is dat er ongelooflijk veel behoefte is aan een hoopvol toekomstperspectief. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel slechte berichten en vreselijke berichten over de toekomst, waar het allemaal naartoe gaat als we zo door blijven gaan als nu. Maar we moeten natuurlijk laten zien en veel meer gaan vertellen waar we naartoe willen. En dat hebben wij met ons verhaal gedaan en daar blijkt heel veel behoefte aan. Maar de kernvraag is natuurlijk, hoe komen we daar? Want 2021, het werd net al gezegd, is veel te ver weg en er is al 1 jaar voorbij, dus we hebben nog maar 99 jaar. En we moeten natuurlijk bij elke ingreep die we vandaag doen, moeten we gaan nadenken over hoe dat bijdraagt aan de richting die wij hebben geschetst. Als dit de richting is die we met z'n allen op willen. De toekomst begint dus ook vandaag. En nog even een pleidooi voor kennis daarbij.
Want we hebben het vandaag over klimaatbuffers. Nou, we hebben natuurlijk al prachtige voorbeelden. We hebben een hele batterij aan mooie klimaatbufferprojecten. We hebben ruimte voor de rivierenprojecten. We hebben building with nature projecten. Die allemaal hebben laten zien dat nature-based solutions de weg voorwaarts zijn. En laten we die kennis nou gebruiken. En nog meer kennis ontwikkelen die we nodig hebben om het opschalen van het plaatje aan de rechterkant. Om dat te gaan bereiken. Want de toekomst begint immers vandaag. En ja, dat moeten we met z'n allen doen. Ons motto in Wageningen is Finding Answers Together. Er is geen partij die dit in zijn eentje kan. Daar hebben we jullie allemaal voor nodig. Dank u wel. Mooi verhaal, Tim. Neem je plaats, kom erbij. Ja. Ja, sowieso dat plaatje van die Nederland als delta, waar je al die rivieren door ons land zeg maar richting zee staat, ziet stromen. Dat is wel echt iets wat, wat indruk maakt. Dat laat denk ik ook wel zien wat voor belangrijke rol wij in ons kikkerlandje kunnen gaan vervullen om de natuur weer op een oude basiskwaliteit te krijgen. Wat mij ook wel opviel, jij noemde voedsel kweken op de Noordzee. Je noemde ook zeewier. En mijn eerste reactie was, ja, zeewier, ik weet nog niet of ik dat snel zou eten. Maar ik heb ooit een keer dulse gegeten, ken je dat? Nee, dat ken je niet. Dulse is ook een soort een rood zeewier. En als je dat opbakt, het smaakt echt exact als bacon. Dus voor de carnivoren onder ons, aanradertje, google het even. Nee, je hebt het gehad over de grootste natuurbrand ooit in Nederland. We zagen Nederland onder water staan. Moeten wij met z'n allen naar Duitsland? Nou, ik denk het niet. Kijk, we moeten zeker rekening houden met die zeespiegelstijging. Hè? Dat moeten we heel goed in de gaten houden. Want er zijn natuurlijk verschillende scenario's voor die laten zien van wordt het 1 meter, 2 meter. Er zijn ook scenario's van 3 tot 6 meter. En als we het hebben over 3 tot 6 meter, dan heeft West-Nederland wel echt een serieus probleem. Ja. En tot 2 meter kunnen we die zeespiegelstijging aan met onze kustbescherming. Mm-hmm. Maar het vraagt natuurlijk wel een grote investering. Want we moeten wel zorgen dat die kust op orde blijft. Maar dat moeten we heel stevig in de gaten houden. Maar 2021, dan zitten we gewoon... wij zijn uitgegaan in ons verhaal van 1,5 meter zeespiegelstijging in 2021. En dat kan onze kustverdediging aan. Ja. Ik heb jou ook een keer gezien met een stropdas met die barcode van het klimaat. Ik had verwacht dat je die vandaag ook wel om zou doen, maar die heb je thuis gelaten. Ja, ik dacht, vogelbescherming, dan doe ik gewoon zonder stropdas. Ja. Ik draag niet zo heel vaak een stropdas, maar dat is een hele mooie stropdas van de streepjescode van het klimaat. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Het is echt een urgent probleem. Laat dat duidelijk zijn. Ja. We hebben het een beetje over die droom van Nederland, hoe het in 2021 eruit zou kunnen zien. Kun jij iets vertellen hoe dit idee tot stand is gekomen? Had jij gewoon een keer deze droom, werd jij wakker en heb je deze PowerPoint in elkaar geknald? Of is het wel een iets genuanceerder verhaal? Nou, het is zeker een iets genuanceerder verhaal. Wij zijn in Wageningen en met heel veel andere partijen ook al heel lang bezig met nature-based solutions. En ja, wat wij gewoon zien is dat er... als je kijkt om je heen, dan zie je dat de maatschappij heel erg op korte termijn gericht is. We zijn heel erg druk met alle problemen van het hier en nu. In 2019 zaten we volop in de stikstofcrisis. Nou, je hoort er nou bijna niks meer over, maar we zitten er nog steeds in. Ja. Nu is alles overschaduwd door corona. En zo rollen we een beetje van de ene crisis in de andere. En wij dachten van wat er nodig is echt een visie op de lange termijn. Waarbij je gewoon laat zien dat de wereld eigenlijk, als je die nature-based solutions heel erg inzet, dat de wereld dan eigenlijk nog mooier wordt. Dat het ons ook heel veel kan opleveren. Ja. En dat hoopvolle verhaal, dat idee van die kaart heb ik eens met een aantal collega's besproken. Van, kunnen we niet dat zo'n verhaal maken aan de hand van een nieuwe kaart van Nederland? En er was veel enthousiasme voor, dus toen hebben we... 18 mensen vanuit echt verschillende expertises, economen, hydrologen, ecologen, marienbiologen, landschapsarchitecten, bodemexperts, allemaal vanuit verschillende experts bij elkaar in een hok gezet. Ja. En gezegd van, hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit als we die nature-based solutions inzetten? Ja. Nou, dat was fantastische discussies. Het levert een mooi verhaal op. Ja, zeker. Ja, want je hebt dus met een hoop collega's samengewerkt, waaronder dus ook hier aan tafel Stijn Reinhardt. Stijn, jij bent watereconoom bij Wageningen Economic Research. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben dus die mooie kaart gezien. De uitdaging is natuurlijk nu om Nederland op die kaart te gaan laten lijken. Jij hebt je verdiept in het handelingsperspectief. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we hebben gekeken welke van de huidige en sturingsinstrumenten van de overheid onder andere aansluiten bij de kaart van Nederland zoals wij die voor ogen zien.
in 2021. Mm-hmm. En als je dan focust op het meest strikte instrumenten van de overheid, namelijk het en juridische en de en planologische instrumenten, dan stellen we vast dat die niet in lijn zijn met de kaart. Zo is een rijksregie nodig om de grote ruimtelijke verandering die we net hebben gezien van de grond te krijgen. En wat je ziet is dat op dat punt juist wet en regelgeving achterloopt op het beleid van de overheid. Okay. Dus in Nederland is de gemeente de partij die het bevoegd gezag is voor de ruimtelijke ordening. En niet het Rijk of de provincie. Ja. En die mismatch zie je bijvoorbeeld ook terug, wat er laatst het nieuws geweest bij die datacentra in de Wieringmeer en bij Zeewolde. Ja. Dat de gemeente een keuze maakt die haak staat op het beleid van de Rijksoverheid. Dus ja, precies. Waar we voor pleiten, wat Tim al zei, is meer rijksregie in de ruimtelijke ordening. En dat kan worden vormgegeven bijvoorbeeld door ruimtelijke ordening expliciet toe te wijzen aan een ministerie. Nu tijdens de formatie. Ja. Om bijvoorbeeld een planologische kernbeslissing weer een nieuw leven in te blazen zoals we die een aantal jaar geleden nog ja, hadden. Ja, precies. Ja, want we gaan het zo nog even iets meer hebben over dat beleid. Maar ik vroeg me dan ook dus aanvankelijk af van, hè, als ik die kaart zie, denk ik, nou jongens, hup aan de slag. We hebben nog 99 jaar, we moeten wat gaan doen. Maar goed, er zijn dus wel de nodige obstakels die we nog moeten overwinnen. En daarbij wou ik gelijk ook even een poll starten voor de mensen thuis. Want we hebben het nu gehad over de Rijksregie. Daar gaan we zo nog eventjes wat verder op in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen ook wel zoiets hebben van, nou, we hebben lang genoeg gewacht op het Rijk. We nemen het heft in eigen handen. De stelling die jullie zo in beeld gaan zien is, Nederland als natuurlijke klimaatbuffer begint in je eigen achtertuin. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Stijn, wat denk jij? Want je hint nu al een beetje naar de Rijksregie. Ik denk dat er nu één stem binnen is, 100% eens. Maar ik ben benieuwd of dat gaat blijven. Hoe sta jij hierin? Ik sta zelfs in de meerderheid nu, zeg maar. Ik ben het ermee eens. Je hebt niet stiekem gestemd zo onder tafel? Nee, dat was ik aan mijn handen boven tafel gehouden. Dus. Ja, oké. Okay. En Tim, jij? Hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ik ben het er ook mee eens. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je ook gewoon zelf iets gaat doen. En ja, je eigen achtertuin lijkt een heel klein onderdeeltje van dat weinig impact heeft. Maar uiteindelijk is wat we zelf doen, ons eigen handelen en dat waar je elke dag ook tegenaan kijkt, dat draagt ook bij aan hoe je in de wereld staat, volgens mij. Dus, ja. Ja. Nou, je hebt mij een mooie foto laten zien van jouw klimaatbufferende trampoline in je tuin. Ja. Vertel even kort. Ja, dat is een nieuwe innovatie. Dat zit IP op. Nee, ik heb de regenpijp van ons dak aangesloten op de trampoline. En dat is natuurlijk altijd zo'n groot gat onder de trampoline. Dus er komt nu al het regenwater in uit. En ik zit een beetje op kleiige grond. Dus ik was nog wel een beetje zenuwachtig of dat wel goed ging. En ik heb af en toe wel ruzie met kinderen. Als het te hard geregend heeft, dan gaan ze springen. Dan krijgen ze echt natte voeten. Oh ja. Dus daar moet ik nog een soort schaderegeling voor instellen. Maar, ja, maar dan laat je maar ze die PowerPoint zien voor het slapen gaan. Dan zijn ze weer overtuigd waar ze ja, voor doen. Precies, ja, precies. Ja. Ze hebben zo'n kaartje boven hun bed aan. Ja, heel goed. Ja. En jij, Noor, hoe kijk jij tegen deze stelling aan? Ja, ik ben het er zeker mee eens dat jij ook met je eigen achtertuin erin een rol moet spelen. Maar ik vind ook wel dat er anderen zijn die hun rol ook moeten pakken. En dan ja, vooral de overheid moet de rol van regisseur nemen. Maar jij kunt regie over je eigen tuin nemen. Ja, dat is zeker waar. Ik heb onlangs een huis gekocht. Er ligt een hele mooie kunstgrasmat in. Ja. Daar, ja, nou ja, leuk, zeker. Nou, laten we dan gelijk maar even doorgaan. Want we hebben het licht nou ja, bij iedereen op het puntje van de tong hoe het dat de Rijksregie nodig is eigenlijk. Nou, laten we gewoon de volgende stelling doen, zou ik zeggen. Bij die ruimtelijke ordening wordt er steeds vaker naar het Rijk gewezen. Jij deed net ook al even tussen neus en lippen door, hè, die oproep voor een minister van ruimte of misschien een oud vrom weer in het leven roepen. Ja. De stelling is, natuurlijke klimaatbuffers moeten door de Rijksoverheid worden aangewezen via nationale regie. U kunt weer stemmen, eens of oneens. Nou Stijn, ik onderbrak net jouw verhaal om dit even tussendoor te fietsen. Maar volgens mij, pak het weer op zou ik zeggen. Wat komt er bij jou op als je naar deze stelling kijkt?
Wat we aangaven natuurlijk dat en Rijksenergie noodzakelijk is. Maar anderzijds ook een interactie met een regio nodig. De regio moet ook ruimte krijgen om zelf initiatieven te kunnen ontplooien. De regio moet ook ruimte krijgen voor en experimenten. En er zijn al een aantal ondernemende boeren die al bezig zijn, zeg maar, met onze aanpak, zodat die voor ogen hebben. Ja. En ook en burgers en consumenten die en pakken het op. Dus de overheid die moet wel en regie nemen, maar ook aangeven welke en doelen ze voor ogen heeft. En dan moet ook de regio ruimte krijgen om die doelen op een eigen manier in te vullen. Dat ze de regio en specifieke elementen erin kunnen brengen in de plannen en in het plan die ze hebben. Ja, precies. Want stel dat we even gaan dromen, hè, over zo'n minister van ruimte. Wat verwacht jij van zo'n minister? Kun je in iets meer detail zeggen van wat er dan... Waar ligt nou dat pijnpunt waarvan die minister straks kan zeggen, nou, we gaan het anders doen en we gaan van Nederland één grote klimaatbuffer maken? Waar we tegenaan lopen is eigenlijk dat we wel weten waar we heen willen. Dus dat is wel aangegeven. En circulaire economie, een van die leidende en principes die we net lieten zien. Maar de manier en waarop we het willen gaan doen, dus de natuur de ruimte geven met een nature-based solutions aan de slag gaan, ja, dat is een heel slecht uitgewerkt. Dus de minister van Ruimte zou moeten aangeven waar we, zeg maar, focussen op de landbouwkundige ontwikkeling. En waar we, zeg maar, de landbouw en natuur samen laten op en trekken. Ja. En ook bijvoorbeeld bij de en rivieren, zoals we die in onze kaart hebben opgenomen, zijn ook hele grote veranderingen nodig. En zal een minister van Ruimte ook moeten aangeven dat we niet alleen kijken naar de wateraf, maar ook hoe we dat kunnen integreren met andere doelen die we hebben in het rivierengebied. Ja, precies. Ja, ik kijk ook even met een schuin oog weer naar de poll. Ik zie dat wij tot nu toe nog geen hele controversiële stellingen hier hebben neergezet, want iedereen is het inderdaad eens hiermee. Tim, jij als programmaleider van dit hele Nederland in 2021 verhaal, kun jij iets zeggen over hoe krijg je dit aan de man? Heb je hier iets bij geprobeerd om dit aan bij de Rijksoverheid ook letterlijk op de kaart te zetten? Of? Nou, kijk, ons verhaal is overal wel erg geland. Hè. Er zijn heel veel partijen die, nou, die hebben dit verhaal gehoord. Maar er zijn ook heel veel partijen die hebben gezegd van ja, hier moeten we echt mee, hier moeten we mee verder. Ja. En er zijn heel veel ministeries die, waaronder LNV, maar ook IMW. Nou, ministeries die hebben gezegd van nou, dit is wel gewoon een andere blik op de toekomst. En dat denken vanuit het natuurlijk systeem, ja, dat vraagt natuurlijk een enorme systeemverandering. Dus er is nog enorm veel werk aan de winkel. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar de manier van denken, deze andere manier van denken, die is wel ook bij ministeries geland. Maar ook bij provincies, waterschappen, gemeentes. Er zijn heel veel partijen die hebben gezegd van ja, weet je, dit is wel de richting die we op willen. Hè. En het is, we zeggen ook van wat wij gemaakt hebben is geen plan. Hè, het is ook het is zeker geen blauwdruk. Het is niet dat Nederland er zo uit gaat zien over 100 jaar. Die kans is heel onwaarschijnlijk. Maar deze manier van Nederland opnieuw inrichten en daarover nadenken, die slaat wel aan. En dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd zie ik het ook alweer op heel veel plekken misgaan. Een heel mooi voorbeeld vind ik de Zuidplaspolder. Waar ik geloof 2 weken geleden groot in de krant stond dat daar weer een nieuwe woonwijk gepland wordt in het diepste punt van Nederland. Nou, dat is iets waar zo'n minister van Ruimte van moet zeggen. Ja, dat kan gewoon niet. Dat is absoluut onmogelijk. En volgens mij moeten we daar ook met z'n allen niet aan mee willen werken om dat soort dingen te doen. Ja, precies. En ja, is ook zo, hè, ook de van hoe gaan we nou de landbouw. Kijk, voedselproductie is ontzettend.
ontzettend belangrijk. Maar er moet wel heel veel gaan veranderen. Daar is iedereen het ook over eens. Ja. Maar dat betekent wel dat je moet gaan nadenken van wat ga je dan waar wel produceren en op welke manier. En wat betekent dat dan? En wat betekent dat ook voor de grondprijs? Want dat is de grote, het grote hete hangijzer natuurlijk. Van als je landbouwgrond gaat omzetten in natuur, ja, dan gaat er, dat gaat heel veel geld kosten. Ja. En wie wil daarvoor betalen? Dus ja, nou, dat soort vraagstukken, daar heb je echt een stevige minister voor nodig. Ja. Als ik zo een beetje tussen de regels door luister, dan hoor ik ook eigenlijk dat, kijk, enerzijds proberen we natuurlijk Nederland te veranderen en het op die kaart te laten lijken, maar anderzijds is het ook heel erg dus een verhaal van het veranderen van de manier waarop de mensen denken. Ja. En de mensen, die de poppetjes waren niet op de kaart getekend, maar die zitten er impliciet dus wel heel erg bij. Hebben jullie iets, ook, kijk misschien even naar jou Stijn, met betrekking tot het handelingsperspectief, hoe gaan we ervoor zorgen dat we iedereen meekrijgen hierin? Heb je daar ideeën bij? Ja, want we hebben gekeken naar de agrarische, zeg maar, omdat die de grootste gebruikers zijn van onze groene ruimte. En om te kijken wat er dan voor nodig is om er mee te krijgen, hebben we gekeken naar een raamwerk wat we willen kunnen mogen en moeten hebben genoemd. Bij de figuur die we daarbij gebruiken, ze in de bovenkant willen en kunnen. En dan kijken we naar dit vraagstuk vanuit de boeren. Aan de onderkant staat dan moeten en mogen. En dan kijk je naar de rol van de overheid. En aan de linkerkant staat aangeven en waarom we die verandering willen. En aan de rechterkant van die figuur van hoe we dat gaan doen. En als je nou kijkt bij willen, dan kijken we naar de motivatie voor de boer om meer natuur inclusief te gaan werken. En bij veel boeren is die motivatie al aanwezig. Als je kijkt naar het kunnen, dan moet je kijken of de boer het ook kan uitvoeren. Heeft hij de financiële mogelijkheden voor? En heeft hij de kennis en vaardigheden ervoor? Mm-hmm. Mogen, we hebben net ook al zei, van mogen de agrariërs en experimenteren met de wijze die zij voor ogen hebben om het doel te bereiken? Of worden ze gehouden aan voorschriften om maar te komen? En met moeten is het zo van, zijn er dan regels waarbij de landbouw moet voldoen aan de eisen die we stellen aan de landbouw, zoals we hem voor ogen zien bij de kaart van Nederland. En als we nou zo naar dit raamwerk kijken, dan zit het grootste en knelpunt volgens ons waarbij het kunnen. Dus de boeren hebben te weinig mogelijkheden om de diensten die zij leveren voor, of die zij ook willen leveren en moeten leveren voor natuur en het landschap, daar krijgen ze weinig vergoeding voor. En dus die modellen van de boeren, die moeten daarvoor worden aangepast. Een aantal boeren hebben zoiets al en zelf ontwikkeld. Dus op kleine schaal zie je het door het hele land gebeuren. En dat ook consumenten daar een meerprijs voor gaan betalen. Mm-hmm. Omdat ze weten dat ze daarmee de ontwikkeling van de landbouw steunen. Maar ook feit zit ook een rol in voor de overheid en ook voor ons en consumenten. Dat we meer gaan betalen voor ons voedsel als we daarbij ook een bijdrage leveren aan de omgeving waar het wordt geteeld. Ja, precies. Ja, want dit verhaal wat je nu vertelt, dat doet me ook gelijk denken aan wat we in het ochtendprogramma ook al hebben meegemaakt. We hebben Louise Vet gehad, de voorzitter van het Delta Plan Biodiversiteitsherstel. Die had het al over de verdienmodellen van de boeren. We hebben Alex Datema gehad van Boeren Natuur, die ook al vertelde over, nou, we kijken al 20 jaar lang naar de boer. Waarom gebeurt er nog steeds niks? Nou, dat is niet omdat de boeren niet willen, maar er komt meer bij kijken. En dat onderschrijf jij nu dus ook eigenlijk. Klopt, ja. Met dit verhaal. Ja, oké. Okay. Noor, ik ben ook wel benieuwd naar jouw reactie op dit. Heb jij hier ook, loop jij bijvoorbeeld in je werk bij vogelbescherming ook tegenaan dat er dat mensen wel willen, maar niet kunnen of dit soort krachtenvelden? Nou ja, ik denk dat we dat het systeem, hè, dat volgens mij Noëlle Aerts zei dat ook al, de kaders waarbinnen we met elkaar op dit moment aan Nederland werken, die zijn niet meer. Die passen niet meer bij waar we met z'n allen naartoe willen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we uit onze hokjes, Tjeerd noemde het hekken, ik noem het hokjes, we moeten gaan onthokken om elkaar ook weer te vinden, om niet alleen die natuur te omarmen,
maar ook elkaar te omarmen. En het zit nu nog heel vaak dat we tegenover de natuur, tegenover de boeren. En volgens mij moeten we daarvan af, want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde belang. En dat is ook het belang van de vogels, want we willen een houdbare plek waar we kunnen eten, rusten en verblijven. Ik bedoel, ja. Dus volgens mij moeten we dat gewoon meer, het gemeenschappelijke belang, het gezamenlijke belang gaan inzien en elkaar daarin omarmen. Ja. En iets meer die emoties loslaten, denk ik. Oké. Mooie oproep, denk ik. Ik kijk ook even naar de techniek om te vragen of er eventueel nog vragen uit het publiek zijn. Zo ja, dan zien we ze wel verschijnen. Laten we tegelijkertijd ook nog eventjes naar een laatste stelling gaan kijken. Want volgens mij zijn we het wel met z'n allen eens dat we hier een mooie opgave voor ons hebben liggen. En dat we allemaal ook erg graag eraan willen om Nederland op die kaart te gaan laten lijken. Dus de stelling die wij daarbij hebben is, we weten al genoeg, we moeten het nu alleen nog gaan doen. Ik ben erg benieuwd ook even. Nou, laat ik beginnen bij jou, Tim. Ik zal eerlijk zijn, ik heb nog nooit een wetenschapper horen zeggen, jongens, ik weet genoeg. Vertel. Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Nee. maar we hebben hele goede voorbeelden. En de Ruimte voor de Rivier, het Klimaatbufferprogramma heeft allemaal prachtige voorbeelden opgeleverd van laten zien dat je met nature-based solutions wat je voor prachtige dingen daarmee kan bereiken. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog heel veel kennis nodig over hoe we dat opschalen gaan doen. En wereldwijd is er heel veel opkomende aandacht voor nature-based solutions. Hè, tegenwoordig het buzzword. Ja. Maar er is ook gewoon nog onvoldoende kennis over de effectiviteit van die nature-based solutions, over de verdienmodellen, hè, van de kosten en ten opzichte van alternatieven. En over hoe je dat opschalen. Nou, hoe krijg je nou mensen mee om dat opschalen voor elkaar te krijgen? En nou ja, we hebben het klimaatbufferprogramma van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers ook geëvalueerd. En dat was ook een van de punten die eruit kwam. Van, we hebben hele mooie, eigenlijk laten zien dat het werkt. Dat blijkt ook uit Building with Nature projecten. Maar we hebben wel nog meer kennis nodig om dat op hele grote schaal te gaan doen. En daarvoor is monitoring, om echt gewoon te meten en te monitoren van wat gebeurt er nou met die klimaatbuffers. Ja. En wat gebeurt er nou als je zo'n klein pilotproject gaat opschalen? Wat gebeurt er dan precies? Daar moeten we blijven leren en ontwikkelen en investeren in kennis en innovatie. Ja, oké. Okay. Dus ik zie ook een vraag binnenkomen ondertussen. Nederland in 2021, wat is de grootste bottleneck om daar te komen? Is dat de samenleving, de politiek of het bedrijfsleven? Of misschien mag ik er zelfs aan toevoegen dan een kennisleemte die we misschien nog hebben. Wat is jouw reactie op deze vraag? Dat is een hele lastige, want er zijn een hoop bottlenecks. Maar ik denk dat ik zou in dit geval de politiek willen noemen. Omdat ik toch zie dat, ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, zijn het ook wij die de mensen kiezen natuurlijk. Maar er wordt gewoon op hele korte termijn gedacht. Dat ook in de politiek wordt er op hele korte termijn maatregelen genomen. We zijn nu op basis van dagkoers, wordt de lockdown wel of niet opgeheven. We varen op zicht. Ja, ja. Wat we nodig hebben is echt een lange termijn visie. Nou ja, we hebben een voorzet daarvoor gedaan. Maar de politiek die kijkt hooguit in termijnen van 4 jaar. En dan gaan we er niet komen. Want dit vraagt echt een masterplan voor Nederland. Een deltaplan, hoe je het noemen wil. Maar echt een lange termijn plan. Ja, oké. Okay, want ik hoor hier een beetje impliciet in dat we eigenlijk onze hele democratie moeten hervormen dan. Dat durf ik niet aan. Dat durf ik niet aan. Maar ik denk dat we wel veel beter moeten uitleggen. Dat is denk ik de belangrijkste, en daar zit misschien het antwoord samenleving in. Dat we veel beter aan iedereen moeten gaan uitleggen waarom het zo belangrijk is. En dan niet mensen blijven doodgooien met doemscenario's van als we die doen dan staat Nederland onder water. Maar laten zien waarom, welke richting we op willen en wat ons dat allemaal gaat opleveren. Ja. En volgens mij krijg je dan mensen wel mee. En ook de landbouw. Oké. Okay. Ja, ik zie ondertussen ook een commentaar op jouw verhaal binnenkomen. Maar de klimaatbuffer, de onlanden bij Groningen, is gewoon in 5 jaar neergelegd. Het kan dus wel op de korte termijn. Ja, 5 jaar is nog steeds iets langer dan 4, maar ja. Dit is wel hoopvol.
Nee, zeker. Maar, en er zijn ook zeker hoopvolle voorbeelden. En de Onlanden is daar een hele mooie van. Daar sta ik helemaal achter. En, ja. Maar laten we dat soort voorbeelden ook benutten om te laten zien van, oké, dit kunnen we dus overal doen. En dat verhaal moeten we, nou ja, denk ik, nog veel beter aan iedereen uitleggen. Ja, want ik denk precies. Dat de gemiddelde Nederlander niet weet wat de Onlanden, wat wij hier met de Onlanden bedoelen. Nee, in de klimaatbufferkringen is het een bekend ja, begrip, precies. Maar ja. Wie weet, ja. En jij, Stijn, sluit jij er ook bij aan? Politiek, grootste bottleneck? Ja, want de horizon is voor hen inderdaad veel te en kort. En de EU die en kijkt al veel en verder, zeg maar. En die is al veel verder op lijn met wat wij voor ogen hebben. En wij lopen daar dan achteraan als Nederland. We moeten ook op een gegeven moment in gaan vullen wat de EU aan ons vraagt voor het invullen van de Green Deal bijvoorbeeld, die moeten we handen en voeten gaan geven. Ja. Dus dat komt toch op ons af. En het zou mooi zijn als we daar nu al mee aan de slag gaan. Dan winnen we tijd. En dan kunnen we gelijk ook doorpakken op de plannen die we al hebben voor die kaart van Nederland 2021. Ja, precies. En jullie zeggen dus allebei eigenlijk, hè, de politiek, daar zit de grootste bottleneck. Hoe verhoudt zich dat dan tot die misschien wat kleinere bottlenecks die we vinden in de samenleving of in het bedrijfsleven? Kunnen jullie daar wat over zeggen? Want ik kan me niet voorstellen dat de politiek de enige is die hier nu aan het werk moet, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nou ja, ik denk dat wij even naar onszelf kijken vanuit de wetenschap ook veel meer van ons moeten laten horen. Hè? En vertellen dat we gewoon, nou ja, ik liet dat plaatje van die brand zien. Maar we staan, het is niet meer 5 voor 12 zoals we lang geroepen hebben. Het is, misschien is het al, is al over 12. Ja. Dus we hebben ook weinig keus. Maar als ik de urgentie in Den Haag, die wordt daar nog niet zo gevoeld. En in de samenleving ook nog niet genoeg. Dus moeten wij als onderzoekers en als wetenschappers denk ik ook veel meer van ons laten horen met dit soort geluiden. Nou, dat hebben wij geprobeerd met dit verhaal van die kaart. Maar dat is natuurlijk één keer een mooi verhaal. We moeten dit blijven uitdragen. En ook op andere podia dan alleen maar wetenschappelijke congressen. Waar iedereen en met elkaar eens. Misschien een webshopje openen voor die stropdassen. Ja, die is er al. Die is er al. Okay. Het is natuurlijk wel zo dat de rol van regisseur is gewoon heel belangrijk om iedereen zijn juiste rol te laten pakken, zeg maar. Om iedereen in stelling te brengen en dat dit proces echt uitgerold kan gaan worden. En daarom is volgens mij die politiek de grootste bottleneck, omdat die regisseursrol heeft. En zolang die niet gepakt wordt, zit iedereen ook een beetje van, wat doe jij? In een afwachtende houding. Dus daarom denk ik dat zo belangrijk is. Maar ik vind het ook wel interessant, die stelling over we weten al genoeg. We moeten het alleen nog gaan doen. Ja, ik ben echt ontzettend ongeduldig. Ik denk, ja, hallo, hadden we al lang moeten doen. Maar ik wil hem ook wel omdraaien. We weten ook al genoeg dat het op deze manier niet werkt. Precies, ja. Dat weten we vooral genoeg. Dus waarom gaan we het gewoon niet proberen en hup. Gewoon die spoonwagen. Actie. Veel slechter kan het toch niet worden, zeg. Nee, zeker niet. Oké, Noor, we hebben nu deze ochtend, of ochtendmiddag moet ik zeggen, maar dit eerste deel een beetje zitten dromen over Nederlands over 100 jaar. Wat doet dat met jou als je morgen weer naar werk gaat? Nou ja, ik krijg dit echt ongeduld, weet je. We moeten gewoon, het geeft me heel erg hoop in toch wel een beetje sombere tijden. We moeten niet meer wachten. We moeten gewoon aan de slag met z'n allen. En die politiek, pak je rol. Ja, oké. Nou, volgens mij is dat ook wel een mooie take-home message voor de kijkers thuis. Schrijf brieven naar de gemeenteraad, naar de provincie, laat je horen. Nee, dat is een take-home message die ik hier zo eventjes. Maar jullie hebben ongetwijfeld ook zelf nog wel wat boodschappen. Want wat kunnen we zelf doen om dit, ook bijvoorbeeld om die politiek te bereiken. Hebben jullie daar nog tips of tricks voor ons allen? Nou, ik heb wel niet zozeer richting de politiek, maar nog misschien een andere invalshoek. Maar ik zat 2 weken geleden in een sessie met Roman Krasnaric. Dat is de schrijver van het boek The Good Ancestor. Prachtig boek, voor wie het nog niet gelezen heeft. Het gaat over lange termijn denken. Hè? Dat wij, onze hele samenleving op korte termijn gericht is. En we moeten veel meer naar cathedral thinking, zoals hij dat noemt. Oké. En we hadden een soort 2 gesprekken in die sessie. En eigenlijk zei hij van, die kaart van jullie, die moet in elk klaslokaal hangen.
Je moet beginnen bij de jongste mensen in het onderwijs te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Nou, ik heb twee kinderen die op de basisschool nauwelijks iets geleerd hebben over klimaatverandering. Wel een vak biologie gehad hebben, maar weinig geleerd hebben over hoe de staat van de natuur is. Ja. Al helemaal niet van wat de oplossingen zijn waar we naartoe zouden willen. En nou ja, door hun aan de hand van die kaart zeg maar, dit soort verhalen te vertellen en hun mee te nemen in te leren wat er allemaal nodig is. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Dat was zijn advies en ik vond het een prachtig advies. Dus ik, Ja, heel mooi. Stijn, heb jij nog een take-home message voor ons? Ja, we zijn natuurlijk allemaal een consument en burger en kiezer. Dus als we dit echt willen, moeten we ook gewoon zelf een keuze maken die we ook op aansluiten. En niet alleen wachten, maar kunnen ook zelf actie nemen door bijvoorbeeld minder vlees te gaan eten. We gaan er ook bij de kaart vanuit dat mensen heel weinig vlees eten over 100 jaar. Ja, die zeewier opzoeken mensen. Achtertuin hebben we het over gehad, daar kan je natuurlijk zelf aan de slag gaan. Ja. Je kan zelf met groep burgers aan de gang gaan. Er zijn ook groepen burgers die zelf een boer inhuren om te gaan ondernemen en zoals ze het voor ogen hebben. Ja. Dus blijf ook niet wachten, maar ga ook en zelf aan de slag mee. Mooie oproep. Dank jullie wel. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid.